There's one thing that people would generally say Flanders is not, and that is exotic. However, given that we have the biggest breeding program in the world in Flanders for the nearly extinct bonobos, this isn't completely true. De bonobo is één van de vier mensapensoorten die we kennen. Dus je hebt de orang-outang, die woont in Azië. En dan heb je de gorilla, de bonobo en de chimpansee. Die laatste drie wonen alle drie in Afrika, dus die noemen we de Afrikaanse mensapen. En die laatste drie zijn ook het meest verwant aan de mens. 5 miljoen jaar geleden hadden wij nog één voorouder gemeenschappelijk. Dus dat wil zeggen dat, bij wijze van spreken, die voorouder had één nakomeling die is uitgegroeid tot de tak waar de mensen zijn uitgekomen. En de andere nakomeling, daaruit is de tak voortgekomen waar dan later chimpansees en bonobo's zijn uit voortgekomen. De bonobo is eigenlijk de laatst ontdekte mensaap. Dus pas in 1929 is de bonobo ontdekt. En ook niet in het Afrikaanse oerwoud waar hij vandaan komt, maar in een Belgisch museum, in het museum van Tervuren. Daar lagen schedels opgeslagen. Een wetenschapper heeft die onderzocht en gezegd, die verschillen voldoende van gewone chimpanseeschedels om van een andere soort te spreken. Toen had men dus nog geen levende bonobo's gezien eigenlijk. Het onderscheid tussen bonobo's en chimpansees is volledig gebaseerd op die schedels. Dus hier in Plankendaal hebben we echt een eigen onderzoekscentrum om die bonobo's te bekijken. We hebben een eigen observatieruimte waar we het gedrag van die dieren kunnen bekijken. Wat ook heel uniek is hier, is dat onze bonobo's getraind zijn om urinestalen te geven. Dus elke ochtend komen wij binnen en laten aan die apen een apennootje zien en we vragen... Janoa, doe eens pipi. En dan doen die een plasje. En die urine is voor ons heel belangrijk, omdat we daar hormonen kunnen uithalen die ons iets vertellen, bijvoorbeeld over testosteron of over stresshormonen. Nu zijn we aan het kijken naar groeihormonen. En dat kan je eigenlijk op geen andere plaats in de wereld zo gemakkelijk doen. Dus toen het bonobo-project hier begon in de jaren 90, in 1992 om exact te zijn, was er al wel wat onderzoek gedaan naar bonobo's. En dat vorige onderzoek had uitgewezen dat bonobo's de hippies onder de mensapen waren. Dat er eigenlijk nooit spanningen waren. Dat die dieren altijd alle problemen oplossen met seksuele contacten. Little boxes on the hillside, little boxes made of chicken turkey, little boxes on the hillside, little boxes all the same. Dan zijn wij hier begonnen in Plankendaal met een lange termijnstudie en beetje bij beetje zijn we erachter gekomen dat dat toch een heel ongenuanceerd beeld was. Dat bonobo's inderdaad veel aan seks doen, dat ze vaak conflicten oplossen met seks, maar dat er ook iets anders speelt. Een soort van politiek systeem dat we al wel kenden van bij gewone chimpansees en uiteraard ook van bij mensen, maar dat dus ook bij bonobo's heel duidelijk aanwezig bleek te zijn. Dat zie je bijvoorbeeld het beste als ze coalities sluiten. Als er ruzie gemaakt wordt in de groep tussen aap A en B, kunnen andere apen kiezen om steun te verlenen. Dus ze gaan steun geven aan aap A of heel vaak nog gaan ze steun geven aan het slachtoffer, aan aap B. En blijkbaar onthouden zij zelf ook aan wie ze steun hebben gegeven. Dus ze gaan dat onthouden en dan beantwoorden. Dus als een van die andere apen dan later ruzie heeft, wordt dat ook weer beantwoord en gaan ze zelf steun kunnen krijgen. Na 20 jaar aapjes kijken, hier in Plankendaal, zijn wij nog lang niet uitgekeken. We hebben grote plannen, we gaan zeker nog veel jaren doorgaan. En er wordt wel eens gezegd dat wij in een apenland leven. En wij zijn er toch wel fier op dat we daar de wetenschappelijke kant van hebben belichaamd. En willen dat zeker in de toekomst blijven doen.